Hoi, ik ben Nick en dit is mijn tuin. Welkom. Ik wil ontzettend graag meedoen met Expeditie Robinson. Daarom ga ik nu laten zien hoe je vuur moet maken. Ik heb van tevoren een aantal dingen geregeld. Wat hout, wat kleiner hout. Belangrijkste is natuurlijk de tondel. Waar maar een klein vonkje bij hoeft en dat al gaat branden. Ik heb wat pluimpjes gevonden. Wat berkenschors. Kurkdroog gras. En daarmee moet het wel gaan lukken. Ook nog een klein beetje van de kokosnoten. Met de vezels. En daarna gaan er wat grotere takjes overheen. Op het menu vandaag, staat een soort van hutspot. Ik heb nog wat bosuitjes gevonden ergens vlakbij. En dan gaan we even lekker maken boven het vuurtje zo meteen. Als toetje een lekkere kokosnoot. Hoppa. Ik gebruik een magnesiumstikje. Die is al aardig vaak gebruikt. Maar hij kan nog wel een paar keer. Ik ga eerst het gras proberen. Kijken hoe dat gaat. Dat gaat vrij snel. Mooi. Nou, dat gaat beter dan ik verwacht had. Het was een kurk droog, dus dat is mooi. Nou. Je kunt zo eten hoor. De truc is natuurlijk om een mooie luchtig op te stapelen. Lekker veel zuurstof bij kan. De uitjes er nog bij. En dan even wachten tot het kookt. Nou, de hutspot kookt al. Dan gaan we even kijken of we het toetje kunnen open krijgen. Je hoort hem al kraken? Ah, prachtig. Kijk, er zit al een scheur in. Oh, dit is prachtig. Wat een mooi gezicht. Nou, het heeft er nu lang genoeg opgestaan. Tijd om het eraf te halen. Pas op, Jochie. Pas op. Op een onbewoond eiland is natuurlijk geen water. Dus het laatste wat je wil doen is het water weggooien. Of afgieten in dit geval. Dus dat gaan we ook niet doen. Ik ga er gewoon als een soort van soepje ga ik hem eten. En het ruikt ook echt een beetje als hutspot. Lekker. Levi, kun je me wel 5 weken missen? Ja? Oh, oké. Zo makkelijk. Prima. Lekker stevige soep. Top. Nou, deze hutspotsoep was bijna net zo lekker als een forel of een paar rivierkreeftjes uit de oerten. Dan ga ik nog even thee zetten. Ik vind mezelf een echte Robinson, hopelijk jullie ook.